Yo, mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij, waar ik er oftewel werd. En vandaag ben ik hier ook weer met Ruine, natuurlijk. Hallo. En Ruine gaat helaas verhuizen. Niet ver, geen zorgen. Kijk, okay, ik wil uw nieuwe plaats wel zien. Ruine gaat dus zijn jungle ding, zijn jungle tempel, ja, weg. Ja, er weg gaat gaan, want. Ja, het is natuurlijk best klein, dus ja. Hij zit hier een beetje te krap, dus gaat hij een nieuwe basis maken. Waar is de basis, Rune? Ja, nog geen basis, hè. Ik heb nu Ja, gewoon alleen, geplaatst. waar is de plaats? Oké, follow me. I follow. Oh. Uw parrot is wel achtergebleven, maar die komt al. Je volgt. Kijk. Dus het is in de Denne Forest hier. Hè. Ik zie daar al mossy cobblestone. Oeh, is het hier? Oké. Ziet er mooi uit. Het is Dus niet veel heel open veel. ruimte. Veel Ja, open ruimte, zeker dit wil ook ik goed als je een paar maken. boompjes omhakt, dan heb je ook heel veel vlakke ruimte. En wat voor huis wilt je maken? Allee, wilt je een huis maken of wilt je echt een toren maken of zo? Ja, het wordt eigenlijk een toren, maar ik ga vooral ook onder de grond van mijn huis maken. Ah, oké, dat is wel cool. Oké, en Probleem is ik dat er heb een wapen zit. persoonlijk ook een nieuw project gestart, want ik wil een uitkijktoren maken bij mijn basis. En die was niet in het plan in de creative world, zeg maar. Dus mensen die die video niet hebben gezien, zijn niet achter op dit moment. Maar het is dus hier, als ik naar mijn basis ga, hier. Zo, aan de andere kant, daar had ik een hele grote vlakte. En ja, ik wou eigenlijk. Ja, ik wist niet goed wat ik met die vlakte ging doen. Eerst dacht ik daar een bergje te maken of zo, maar dat gaat niet werken. Dus ik heb nu dit uitgelegd. En ik wil hier dus een mooie uitkijktoren maken. En dat is dan buiten mijn basis. Hier gaat een hek komen. En dan daar buiten gaat dit staan. Het is dus volledig apart van de basis. En ik ga dus zo een paar blokken, alleen een tiental blokken of zo, omhoog gaan in deze vorm. En dan ga ik het apart maken. Ga ik het kleiner en kleiner apart maken. En dan ga ik zo mooi een uitkijktoren krijgen. En krijg een dubbele uitkijktoren, zeg maar. En ja, dat is een project. Ik ga daar nu nog niet te veel aan doen, want eerst wil ik de basis te goed afkrijgen. Maar wat ik nu ga doen, denk ik, is hier een trap bouwen. Want daar ben ik al een hele tijd aan het uitstellen. En ja, dat Waarom heb moet ik ik dus altijd nu hout doen. Dus nodig? ik ga hier de trap al beginnen. Dus ik zie jullie als ik daarmee klaar ben. De trap is klaar en hij ziet er goed uit. Nu moet ik wel nog de barrières er rond maken. Daarvoor heb ik wel heel veel sprucehout nodig. Dus eerst en vooral ga ik sprucehout hakken. En dan ga ik ook die barrière maken. En dan ben ik weer terug bij jullie. Ik heb heel wat hout gehakken en ik heb ook wat spruce saplings erbij. En ik heb boven nog wel een paar sticks hout. Maar Rune is helaas al moeten vertrekken. Ik zal al laten zien hoe dat zijn huis er op dit moment al uitziet. Ik vind dat hij een hele mooie plaats heeft gekozen. Het is heel mooi gelokkeerd. Ja, gelokkeerd, ja. Dus hier is zijn oude basis waar dat hij gaat uit vertrekken. En als je hier mooi verder loopt, dan heb je hier aan het einde van de jungle, begin van de spruce woods, heb je hier heel mooi dit. Ja, ik heb hier daaruit ook een beetje zitten hakken, dus daarom vliegen er nog wel dingen. Maar je hebt hier ook heel veel gigabomen die heel handig zijn voor het hakken, want je kunt echt een stek uit die gigabomen halen. Maar dit is dus waar hun nu heeft, een hele mooie. Hele mooie redstone deur. Je kunt wel nog niet naar buiten, maar ja.
Dus ik vind dat hij met een hele mooie stijl gaat. En ja, dat wordt heel mooi. Dus Ruine gaat al beginnen aan zijn derde basis, mensen. Maar ik ga dan nu de muurtjes zetten. En dan zie ik jullie ook weer terug als ik dat heb gedaan. Dus tot dan. De rest in mijn inventory had allemaal hier gebruikt. En ik heb dus nu deze uiterste barrière al. Hier moet ik natuurlijk nog veel verder naar onder gaan. En hier, ja, hier is tot nu toe nog niks. Maar later gaat hier nog, ja, een heel gebouw komen natuurlijk. Maar dat is allemaal eerst voor later. Dus nu ga ik dit helemaal naar de grond doen allemaal. Dan ga ik dit invullen met dirt. En dan ga ik ook de binnenkant doen. Maar de binnenkant, voordat ik daaraan begin, ga ik nog eventjes laten zien waar dat ik ben gekomen. Dus ja, tot dan. Oké, ik heb het gras hier, alleen de dirt hier geplaatst. En natuurlijk de mooie muur. Dus eigenlijk, ja, het is al vrij ver gevorderd. Hier moet natuurlijk nog een heel gebouw komen, maar ja. Ik ga nu slabs maken voor hier aan de binnenkant te komen, want daar moeten natuurlijk slabs komen. Dat ga ik even on-camera doen, hè. Dat kan allemaal. 60 slabs zal niet genoeg zijn, denk ik, maar we kunnen ermee beginnen, hè. Oh, zo. Dan zou ik al zo doen, zo. Zo. Ik heb dit denk ik niet. Dus telkens moet het een half blokje hoger zijn. Wacht, nee, dit is niet goed gedaan. Kijk. Ik moet telkens zo een half blokje hoger zijn. Dus zo. En dan ga ik gewoon daar dat al doen. Zo. Ik heb dit zeg maar zo. Oké, wacht, nee. Hier moet het wel zo, vind ik. Zo, ja. Dan daar ook. Alhoewel. Ja, nee, jawel. Nee, dat is goed. Dat is een half blokje hoger. Dat is een half blokje hoger. Dan ga ik daar ook zo doen. En ik ga dit even off-camera doen. Maar dan kom ik terug als dit af is. Oké, hier ben ik weer. En ik ben net wat gaan minen. En ik heb daar 8 diamonds gevonden in 2 vines. Dus roll the clips.
Ik wil dus duidelijk maken dat ik geen enkele diamond inspan door elke keer de clips te laten zien die ik ervan maak. Maar ik heb dus nu... Wacht even, kijk, trickshot. Oh, oké, daar kwam niks uit. Ik heb dus nu dit afgemaakt en het ziet er heel goed uit. Misschien moet ik later nog hier een paar lampjes onderhangen. Maar op dit moment... ja, weet ik nog niet of dat zelfs nodig is. Hier komt natuurlijk ook nog van alles met campfires en zo. Ik ga het uitleggen aan de mensen die het niet die ene video hebben gezien. Ik heb een paar video's geleden gezegd dat ik ooit een video heb gemaakt waarin ik in een creative world dit eigenlijk allemaal laat zien. En ik refereer heel veel naar die video van, ja, natuurlijk, we gaan het zo doen, zoals daar. Maar voor veel mensen is dat niet zo natuurlijk, want waarschijnlijk hebben heel veel mensen dat weggeklikt, omdat ik ook heel duidelijk heb gezegd in die video van klik weg als je geen spoilers wilt. En... dit is dus, ja, hierboven komt dus een chestkamer met daaronder een aquarium. Hier komt een soort trofeeën open plek met allemaal, dus hier komen dan allemaal standbeelden, een soort van standbeelden, met daarop hoofden van allemaal wezens in deze wereld. En in het midden natuurlijk de Dragon Egg en de... Dragon Head komt er ook bij. En daar rond komen allemaal campfires. Dat gaat heel vet worden. Maar daarvoor moeten we natuurlijk wel al die heads krijgen. En dat doe je met charged creepers. Die andere mobs opblazen. En dan krijgt hij die hun hoofd. Maar dat is maar bij een aantal mobs. Dat is niet bij alles. In een creative menu kan je zien bij welke mobs dat is. Maar dan heb je ook de Wither Skull. Die krijg je gewoon door Wither Skeletons dood te maken. En de Dragon Head, die krijg je bij... als je de Dragon hebt doodgemaakt en je gaat in een End City, dan gaat die op de voorkant van zo'n endboot gaat die, staan. Dus die moet er natuurlijk ook komen. Maar dat kan natuurlijk pas als we naar de End zijn gegaan. En voor nu vind ik dit heel mooi eruit zien. Het moet natuurlijk nog wat gras groeien. En ik moet eens zien hoe dat er 's nachts uitziet. Ik heb hier ook nog allemaal extra lampjes gedaan. Dat heb ik de rest ook even gedaan. Maar dan ga ik nu hier deze cirkel maken. En ja, dat ga ik ook even off-camera doen, want dat gaat best veel werk zijn. Allee, tot daarna. Oké, ik heb dit platform helemaal gemaakt, maar nu ga ik veilig naar onder gaan. Oké, hieronder moet er natuurlijk nog heel wat gebeuren. Voor te beginnen moet dit hout helemaal weg en moet ik daar ook gras plaatsen terug. Nee, eigenlijk moet dat niet, want dit gaan helemaal het hout dat ik nu ver... wegdoe, dat worden slabs. Hier komen allemaal slabs voor ja, hier te kunnen staan, hieronder zeg maar. En daar komt zeg maar, er komt zeg maar een ring rond, maar onder die die logs die ik hier heb, daaronder komen nog stenen. En in die cirkel daarin komt dan het aquarium. Maar dat aquarium, dat is echt pas een van de laatste dingen van de basis. Maar nu moet ik dus deze logs helemaal weg... helemaal naar beneden halen. Het probleem is ook, hier ga ik dat nog niet doen allemaal, omdat die perfect op die chests komen. En met andere woorden... kan ik die chests dan niet openen. Dus die chests die moeten naar boven gaan. Maar dat kan pas als daar het gebouw gebouwd is natuurlijk. Maar nu moeten hier heel veel slabs komen. Dus ik ga weer heel wat slabs maken. En dan ga ik jullie laten zien als ik wat verder ben. Dus ja, tot dan. Ik heb nu een omlijning gelegd. Dit is ongeveer hoe dat het gaat moeten komen. Maar het is hier een klein beetje anders dan in de creative world. Want in de creative world heb ik hier nog een hele entrance dingen voor hier binnen te komen. Maar dat ga ik niet doen.
Want ik ga pas de hekken hier rondzetten als ik een Elytra heb. Zodat ik hier nooit een ingang moet hebben. Maar dat ik gewoon kan landen met mijn Elytra. En zo alles kan doen wat ik wil. Maar voor nu gaat het dus sowieso zo blijven. En hier moeten ook nog allemaal patronen inkomen. Dus dat ga ik nu doen. En dan ben ik jullie weer. Dan ben ik weer bij jullie terug. Oké, ik heb al een paar cobblestone slabs mee. Oh, jij hoort daar niet te zijn. Oké. Ik heb al een paar cobblestone slabs mee en al een paar van die gebakken stenen. Dus die ga ik al plaatsen en dan kan ik jullie al ongeveer laten zien hoe dat het moet zijn. Oh, dat kwam perfect uit. Very nice. Dus zo gaat dit moeten zijn. Ik dacht eerst nog wel zo hier een randje te doen, maar ik vind dit denk ik wel mooier. En nu hieronder. Wacht, 1, 2, 3, 4, 5. Zo. Dan heb ik die vorm van daarboven daar. Dat ga ik dan laten. Maar zo moet dan deze blokken komen. Zo, oké, daar heb ik ook niks meer van. En hier tussen moet dan nog cobblestone komen. Hier moet dan ook nog zo'n blok. Maar ik ga dan nu eventjes een beetje AFK'en, een klein beetje van die blokken verzamelen. Maar dan zie ik jullie weer als ik als die er zijn. Ja. Het is de volgende dag. Ik heb 40 smooth stone. In mijn inventory. Ik denk niet dat ik het helemaal ga afkrijgen, maar ik ga ver geraken. En zoals jullie misschien zien aan mijn inventory en levels, ben ik doodgegaan. En dat was in de vorige, allez, in de volgende video voor jullie. En ja, het is dus de volgende dag. Ik heb ook een nieuwe video met Rune geüpload. Maar daarin gaan we dus sterven. Ja. En al onze gear was weg. Dus heb ik helemaal nieuwe gear moeten maken. Ik heb wel enchantments erop. Maar wow, dit kwam trouwens perfect uit. Deze like. Dat was hier ook, bij die dingen. Wat? Oké. Ik heb ook al mijn chests hier in het midden gezet. En zoals je ziet, nu heb ik een heel goed overzicht over alle cobblestone die ik heb. Dat is dus ongeveer 2 stacks. Een hele kist. Een hele kist. En nog een hele kist. Very nice. Ja, best veel cobblestone, dus met andere woorden. Ik denk dat ik hiermee. Ja, ik moet nog hier al het glas doen. Maar dat is sowieso voor later. Ik ga denk ik beginnen aan. Zou ik dat nu al doen? Het huisje erop. Nee. Ik weet iets anders waar ik aan kan beginnen. Want hier komt dus de trofeeën dingen. Ik moet trouwens eventjes het midden zoeken. Dat is dit. Hier komt de trofeeën dingen. En hier komt dus Crying Obsidian met daarop de Ender Egg. Ik denk dat het zover is. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 is het, denk ik. Ik weet niet van buiten doe, maar hier moet ik een gat graven, hier moet ik een gat graven en daar moet ik een gat graven, want daar gaan de beacons komen. Ik dacht eerst hem hier te doen, dus ja, reep dat glas. Ik dacht hem eerst daar te doen, maar ik denk dat die plaats waar ik hem nu ga doen, mooier is, omdat het dan zo rond dat ei is en dat lijkt me. Ja, dat lijkt me wel vet. Dus ik pak één houtje voor dat gat daar te repareren. Hier. En dan ga ik nu. Dus hier komt het glas in de bovenste. Hier komt de beacon. Hier komt laag 1. Zo. Dit is laag 2. Zo. Oh, mijn pickaxe is bijna kapot.
Fuck, ik had een nieuwe pickaxe moeten pakken. Oké, dit is laag 2. Laag 3. Ga ik even gewoon al beginnen. Oké. En dan wil ik hier nog een laag onder, zodat ik max heb. En dit is dus één tempel. Alleen één dingen. En daarnaast komt er dan één, maar die gaat eigenlijk zo half hier ingaan. Dus daardoor verspil ik minder blokken aan meer dingen eigenlijk. Meer. Hoe heette die dingen? Ik heb geen idee hoe dat die heette. Wacht. Meer beacons. Wajo. Dus ik heb dan 3 beacons, maar daarmee gebruik ik maar de spullen van maar 1,5 beacon of zo. Dus dat is heel chill. Daarvoor heb ik het design gekozen. En het gaat er ook heel cool uitzien dat er zo 3 zwarte stralen komen. Want ja, ik ga ze zwart maken met het glas dat ik ergens heb. Ergens. Hier. Ik ga het zwart maken. Dan heb je zo 3 zo'n zwarte stralen. En dan in het midden zo'n ender-ei. Zo'n dragon egg. En ja, dat lijkt me wel heel cool. Dus ik ga nu eventjes. Ah ja, ik heb daar juist nog wat. Ik heb tussendoor ook nog wat gemined. Dus ik heb hier nog wat iron. En hier nog wat iron. En. Oh, ik heb stokjes nodig. Stokjes. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. 3 pickaxe gaat wel genoeg zijn. Voor nu. Dan. Nee, niet die. Zo, oké, zet ik die even terug. 1, 2, 3, zo. En dan ga ik die iron nog eventjes wegdoen. En ik gebruik deze chest nog altijd. Deze heb ik zo goed als helemaal leeg gemaakt. Maar ik ga dit helemaal opruimen. Ik ga deze chest allemaal wegdoen. Alleen deze blijft. En dan ga ik hier het nog mooi maken. En dan heb ik hier ja, geen storage meer, maar die komt dan allemaal daar. Dan gaan we nu eventjes verder. Oh, dat was niet de bedoeling. Gaan we heel eventjes verder. Pickaxen. Pickhouwelen. Oké, dus. Oh, ik kreeg ineens rare muziek of zo. Zo, dit is laag 3 dan, hè? Ik denk het wel. Zo, dit hoekje nog. Ik denk dat dit laag 3 is, hè? Ja, laag 3. En daarna moet dan nog laag 4. En ik ga eigenlijk gewoon deze piramide volledig negeren als ik de andere uithak. Maar dan ga ik gewoon, ja. Dus dan is deze piramide klaar. En hier. Ja, hier is dan de andere. Dus hier komt de beacon. 1, 2, 3, 4, 5. Dit is de eerste laag. Ik moet een stuk minder uithakken doordat ik al de rest al heb uitgehakken. Dus dit is de tweede laag. Oh, ik moet de vierde laag trouwens nog maken. Zo. Dit is de derde laag. En dan ga ik nu vanuit dit standpunt de vierde laag maken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan ga ik eerst eventjes dit weghakken, want dit gaat heel snel. Zo. En dan de rest. En ik heb geen idee hoeveel dingen ik ga gebruiken, allee, ga nodig hebben. Maar ik weet ook niet uit welke materialen ik het ga maken. Dat weet ik nog niet. Misschien, ik heb het meeste iron, maar ik kan vrij snel emeralds krijgen, vrij veel, als ik een village vind. En gold, dat valt ook wel mee. Ja, ik ga geen netherite of diamond maken. Dat zal ik ook niet in de grond steken, want dan dat moet je gewoon op de grond zetten en laten zien van wauw, ik ben rijk.
Maar ja, dus dat ga ik sowieso niet doen. Maar ja, voor de rest, ik heb van Iron het meeste op dit moment en dat is het makkelijkste verkrijgbaar. Dus waarschijnlijk ga ik Iron doen. En dan ga ik nu ook beginnen aan. Wacht, zo is het. En dan. Bam. Wacht, nee, zo. Denk ik, hè? Is het zo? Wacht, ja. En dan zo. En dit moet dan helemaal gevuld worden met welke materialen ik ook gebruik. En dan in deze gaten moeten de beacons komen. En daarboven komt dan het gras. En het glas, niet het gras. En dan heb ik hier mijn mooie putjes. Dus dat is dan ook al gedaan. Zo, ik ga dat. Oh, dat was niet de bedoeling. Ik ga dat dan zo mooi helemaal weghakken. Oké, voor zover ik kan. En dan ga ik het denk ik nu hierbij voor deze video laten. Hopelijk vonden jullie deze video leuk om naar te kijken. Ik vond hem zelf leuk om te maken. Best leuk om te maken, ja. Dus tot de volgende video waarin ik nog allemaal dingen ga doen. Ik ga oftewel een XP farm maken. Ah ja, wacht. De eerstvolgende video die jullie zien is natuurlijk mijn rune waarin ik sterf. Maar de video daarna ga ik oftewel een XP farm maken, oftewel gewoon deze chest room. Een van beide. Dus ja, tot dan. Yo, yo, yo. Nou, hey, je lijkt me shy, maar alle waaien.